Bier en bitterballen. Op veel plaatsen was het gezellig druk in cafés en restaurants die hun deuren opengooiden. Want de horeca is de coronamaatregelen meer dan zat. En dan is het ook weer dat wij weer als laatste komen. Ja, is lastig, is frustrerend. Drukte ook in de winkelstraten, waar weer naar hartelust geshopt kon worden. Wat heeft u gekocht vandaag? Twee hemelworsten. Ja, voor het eerst weer eens. De ijsvogel is niet bepaald een stadsvogel, zou je denken. Maar met de juiste omstandigheden leeft hij zelfs graag in woonwijken. Goedenavond. In veel gemeenten zijn horecazaken vandaag open. Ook in Gelderland. En dat doen ze bij wijze van protest. Omdat ze van het kabinet voorlopig dicht moeten blijven vanwege de huidige coronasituatie. Veel gemeenten staan de opening oogluikend toe, zoals in Nunspeet. Bier, harde muziek en veel gezelligheid. Het leek wel een gewone stapavond in Nunspeet. De volledige ondernemersvereniging van het dorp steunt de protestactie van de horeca. In België, Duitsland mogen ze al wel. Ja, dan is het ook weer dat wij weer als laatste komen. Ja, is lastig, is frustrerend. Maar ja, er is eigenlijk niks aan te doen. De openstelling van de cafés was verboden, maar geen boetes in Nunspeet. De gemeente schoof het onder de noemer van het demonstratierecht en handhaafde niet. Je kan zeggen, ja, natuurlijk, er zijn mensen in de winkel, er zitten mensen op het terrasje, er zijn acties omheen. Er zal iets geserveerd worden, ongetwijfeld, dat is allemaal waar. Maar het heeft wel het karakter van een demonstratie vandaag. De cafégangers hadden allemaal hun eigen motieven voor het kroegbezoek. Ja, het is natuurlijk ook om mijn hart om erin te steken van de horeca. Ja, ik voel het niet als een demonstratie. Zij demonstreren. Ik kom hier gewoon om bier te drinken. Kijk, als al die andere winkels open gaan, dan denk je van nou, de horeca gaat ook maar open. En daarom zit ik eigenlijk gewoon hier. Tot nu toe van iedereen die binnen is geweest, heeft alleen nog maar bier besteld en één 7-upje. Dus dat zegt ook wel wat. Ja, niet overal zijn ze zo makkelijk. Maar er zijn eigenaren die het risico op een mogelijke boete voor lief nemen en toch open gaan. Ook in Wenum-Wiesel is het gezellig druk en daar staat verslaggever Petra Cusé. Ja, Petra, ook daar zijn de deuren open en zonder problemen. Ja, deze eigenaar van dit café heeft ook de mogelijkheid gegrepen om duidelijk te maken dat de sluiting van de horeca niet zo langer kan. En dat zelfs omdat de gemeente Apeldoorn liet weten dat ze de opening van vandaag eigenlijk niet tolereren. Eline Bouwmeester, jij bent eigenaar van dit café. Ondanks dat je niet open mag, ben je toch open gegaan. Waarom? Ja, we hebben donderdag aangegeven een heel duidelijk statement te maken naar onze overheid. Het kan zo niet langer. Vanaf maart 2020 zijn we bijna een jaar dicht inmiddels. Het scheelt een paar weken, geloof ik. En het kan niet meer. Het kan niet meer zo zijn dat de horeca geofferd wordt om de hele coronacrisis te redden. De steunpakketten zijn niet toereikend. Personeel moet doorbetaald worden. We hebben allemaal gezinnen thuis. Wij zelf, de ondernemers zelf, worden nergens in gecompenseerd. De NOW is er voor de werknemers deels. De TVL is er voor een deel van de vaste lasten. Jij als ondernemer staat eigenlijk in de kou. Het kan niet zo zijn, we bestaan 23 jaar en we hebben een prachtig bedrijf. Een goed bezocht bedrijf, godzijdank. Is vandaag ook heel goed terug te zien. Ja, want je bent vandaag al de hele dag open. Het is heel druk, als ik mag zeggen, vanaf 12 uur. Het is heel druk. Heb je boa's gezien? Ben je bang voor een boete? We hebben geen boa's gezien. We hebben een waarschuwing gehad dat we niet open mochten. Toch gedaan omdat ja, je wil een statement maken. Dus ja, dat moet je dan ook doen, vind ik. En die boete, ja, als die komt, komt die. En ik weet zeker dat met het bereik wat we hebben, dat uiteindelijk ook moet goedkomen. Maar wij willen juist nu echt heel duidelijk dat statement maken. Dus we zijn ook niet bang voor die boete. Heel duidelijk een statement maken dus. Eline Bouwmeester van dit café in Wenum-Wiesel. Want ja, het kan echt niet zo langer, zegt ze. Petra, nou heb jij een rondgang gemaakt op de Veluwe. Hoe staat het met de cafés en restaurants in de andere regio's?
Ja, het is opvallend hoe verschillend het overal is. Vanochtend was ik in Arnhem bijvoorbeeld. Daar was een café, die was ook open gegaan. Een restaurant, moet ik zeggen. Die had binnen een uur al 3 boa's aan de deur gehad. En die zei, weet je, ik ga gewoon sluiten, want die boete, dat is het mij niet waard. Door de provincie is het wel een heel verschillend beeld. De meesten die open zijn gegaan, die hebben wel klanten binnen gehad. Want mensen willen heel graag weer dat uitje. In de Achterhoek bijvoorbeeld gingen cafés ook open. Mensen bezochten die. En zo ook in het rivierengebied. In Tiel werd ook een café, of in Geldermalsen moet ik zeggen, pardon, werd ook een café druk bezocht. Belangstelling genoeg in dit etablissement. De gasten weten dat de horeca nog niet open mag, maar ze voelen zich niet stout. Nee, we willen de lokale gewoon steunen en het is voor onszelf ook gezellig, hè, met gezin erop uit. Dus, Hartstikke lekker om even weg te kunnen, hè, wanneer het kan, met alle regels in acht genomen. Dat vind ik wel belangrijk. Mondkapjes op tijdens het lopen, lunch op afspraak. Het is vooral een statement wat de horeca vandaag wil maken. Vanmorgen ook met de andere horecaondernemers uit Geldermalsen contact gehad. Er zijn er nog meer open. We doen het gezamenlijk. We hebben ook gezamenlijk gezegd van we zijn tot 5 uur open, jongens, klaar ermee. Ja, en de meeste horecazaken die vandaag open zijn gegaan, ja, die blijven tot 1 uur of 5 open. Hier is dat ook eigenlijk de bedoeling, maar of ze dat gaan halen, ik denk dat het wel 1 uurtje of 5:30 wordt. Petra vanuit Wenum-Wiesel, dank je wel. Ja, het kabinetsbesluit gisteren dat winkeliers de deuren wel weer mogen openen, kwam als een grote verrassing. De opluchting is groot. Kijk eens, alsjeblieft, fijn weekend. Super, we zijn super blij. Voor de winkel was het niet meer te houden. Nee, was niet meer te doen. Brenda de Bruin runt een kinderkledingzaak in Nunspeet. Al voor openingstijd staan haar klanten voor de deur te wachten. Ja, goed hè? Ja, mensen willen wel graag naar binnen. Daar ben ik wel heel blij mee. Heerlijk, het werd eindelijk tijd. Het heeft allemaal veel te lang geduurd. Je kunt het op een gegeven moment ook niet meer uitleggen. Dus ik vind het heel verstandig dat ze weer open zijn. Ook burgemeesters, waaronder die van Nunspeet, vonden dat het zo niet langer kon doorgaan. En schreven een brief aan het kabinet. We hebben echt gemerkt dat de ondernemers, middenstanders met name, ja, het water staat niet aan de lippen, maar boven hun lippen intussen. Er moest ook echt wat gebeuren. De kinderen bij Intertoys die zijn helemaal losgegaan. Wat heb je gekocht? Ja, ik heb een Elite trainerbox van Pokémon Fusion Strike. Twee hemelworsten. Ja, voor het eerst weer eens. Mooie trui, t-shirt, kan ik weer de winter door, hè? En de zomer. Wat vindt u ervan dat u vandaag weer kunt shoppen? Geweldig, geweldig, geweldig. Het werd echt tijd. We wilden er eigenlijk even uit. Dus, maar het is gezellig. Als je over een paar weken wacht, dan komt er weer een nieuwe variant. Maar nu moeten we er gewoon even van genieten. Met zijn fel blauw en oranje, bijna exotisch uiterlijk, spreekt de ijsvogel bij veel mensen tot de verbeelding. De pijlsnelle vogel is dan ook erg geliefd. En hij is helemaal niet zo kritisch op zijn onderkomen. Want ook in de stad laat een ijsvogeltje zich rustig zien. Als daar tenminste de juiste voorwaarden voor zijn. Ja, de eerste keer dat ik een ijsvogel zag, was ik blij en verrast. En het is een fantastisch mooie vogel. Knaloranje en knalblauw. Ze hebben een eentonige, harde roep. Ja, als je het eenmaal weet, dan zie je ze wel regelmatig. Bewoners aan de rand van Terweide zijn in de ban van de ijsvogel. Ze hebben voor een speciale wand gezorgd waarin de vogel zijn nest kan maken. Op een gegeven moment sprak ik een deskundige op het gebied van ijsvogels. En die zei dat ijsvogels in de stad heel goed ook een nest kunnen hebben. En toen leek het mij fantastisch om de ijsvogels die ik dan toch regelmatig hier zie, om die een broedplek te gunnen. En dus nam ze contact op met het waterschap. Kijk, hier zie je dat hij dus ook ietsje voorover helpt. Zodat ze van dat een soort uitzichtspunt hebben voor het vissen. Ja, ik vond het gelijk een leuk idee. En nou, past ook wel dus binnen eigenlijk wat wij als waterschap willen. Samenwerking met andere partners. Dat had nog best wat voeten in de aarde. Maar na een jaar van overleg is de wand nu toch geplaatst. Gaaf om te zien dat het nu gerealiseerd is. En nu nog die vogeltjes. Dat hangt vooral ook af van de beschikbaarheid van plekken elders in het gebied. Als er helemaal niks is, dan zit hij er zo in. En dus is de wand misschien dit voorjaar al bewoond. Dat hoop ik natuurlijk wel. Dat zou fantastisch zijn. En ik laat het iedereen weten als het zover is.
De stijgende coronacijfers bederven de carnavalspret, maar niet overal. Als je creatief bent, kan er best een hoop. Zometeen meer. Op camping De Koekamp in Epe is vannacht opnieuw een chalet in vlammen opgegaan. Vorige maand was er ook al brand op het recreatiepark. Rond 2:30 brandde het chalet volledig uit en raakte een recreatiewoning ernaast beschadigd. In december, maar ook in november, waren er al branden op het park. Er gingen chalets, een caravan, een tent en een schuurtje in vlammen op. In alle gevallen wordt rekening gehouden met brandstichting. In 2017 waren er ook al meerdere branden op de Koekamp. Tientallen huurders van de Paasbergflat in Arnhem die moeten van de gemeente hun woning uit. Omdat de flat nu niet bestemd is voor verhuur. De bewoners zeggen van niets te weten en zijn bang om op te draaien voor de boete die de eigenaar van de flat mogelijk krijgt als de woningen niet op tijd leeg zijn. De flat werd eerder bewoond door ex-gedetineerden en zorgmeiders. En dat zorgde ook voor problemen. De verhuurder was niet bereikbaar voor commentaar. Ruim 2 jaar heeft een Joods onderduikhuisje, dat ooit in de bossen van Warnsveld stond, opgeslagen gelegen. Maar nu is het tijd om de deuren van de opslag te openen en het huisje naar Arnhem te verplaatsen. Want daar, in het Nederlands Openluchtmuseum, krijgt hij een nieuwe plek. Als je goed kijkt, dan kun je in deze stapel hout inderdaad delen zien die lijken op een vakantiehuisje. Klopt, je ziet een schoorsteen. Je ziet de zijpanelen van ramen. Je ziet een trap. Met vloerbedekking nog zit erop. Zo zag het huisje er een paar jaar geleden uit. De afgelopen 3 jaar heeft het opgeslagen gelegen in deze boerenschuur. Maar nu is het tijd om het huisje te verplaatsen en in ere te herstellen. Want het is namelijk niet zomaar een vakantiehuisje. Het is een vakantiehuis met een Joodse onderduikgeschiedenis. Het is van oorsprong Joodse familie Gies. Uit 1936 en die heeft al een beetje de oorlog voelen aankomen. En na de Kristallnacht in 1938 hebben zij al ruimte gemaakt in dit huisje voor onderduikers. Terwijl het huisje in Zelhem wordt opgeladen, zijn wij inmiddels in het Openluchtmuseum. Nou, hier komt hij te staan. Het vakantiehuisje uit Warnsveld. Op dit deel van het Nederlands Openluchtmuseum, genaamd Het Veld, wordt straks het verhaal verteld over Nederland recreatieland. Naast Warnsveld. Komt hier ook de staakerven uit Nunspeet te staan. En achter mij komt ook nog het rietveldhuisje, vakantiehuisje, te staan. Ja, pak eerst even deze deur. Ondertussen zijn alle onderdelen in Arnhem aangekomen. Voordat het huisje in elkaar gezet kan worden, volgt een uitgebreide inspectie. We staan hier in een loods op ons terrein. En hier gaan wij de delen van Warnsveld gaan we inspecteren en repareren daar waar nodig. Kast 3. Ja, keurig. En daarna is het opbouwen geblazen. Okay. All right. Volgende, Gerard. Het carnavalseizoen lijkt ook dit jaar door corona grotendeels in het water te vallen. Als carnavalsvereniging moet je creatief worden om toch nog wat te kunnen organiseren. In Vaassen lukte dat vandaag prima, want daar werd het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging De Rossendorpers op ludieke wijze gepresenteerd. Prins Gert-Jan en prinses Eline, dames en heren. Het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging De Rossendorpers zou eigenlijk op de 11e van de 11e al bekend worden gemaakt. Maar corona gooide roet in het eten. We hebben dat steeds uit moeten stellen, omdat de regels steeds veranderden. En het alternatief is nu dat het prinsenpaar met een auto en een DJ erop door Vaassen heen rondrijdt om zo het prinsenpaar te presenteren. Er zou ook een vliegtuigje boven Vaassen vliegen met daarop de namen van het nieuwe prinsenpaar. Maar door de mist kon ook dat niet doorgaan. Toch heeft de voorzitter een klein beetje het carnavalsgevoel te pakken. Je ziet weer vrienden en collega's en mensen die enthousiast zijn. En die ook hard toe zijn aan weer eens een keer een leuk feestje. Dames en heren, hele goede middag. Carnavalsvereniging De Rossendorpers maken bekend. Prins Gert-Jan en prinses Eline genieten volop van de rit en de inwoners die langs de kant van de weg staan. Dat je op deze manier toch nog een beetje een feestje kan bouwen met iets wat interactie met Vaassen is toch wel heel erg leuk. Ja. Ja, ik vond het geweldig. Alle mensen voor de ramen in de tuinen. Leuke reacties allemaal. Ja, het was echt geweldig. En hoopt het nieuwe prinsenpaar later dit jaar alsnog de Polonaise te kunnen lopen? Ik ga er eigenlijk niet van uit. Kijk, ga het wel door, dan zal het natuurlijk altijd alleen maar meevallen. Maar ik ga er zelf graag niet van uit. Nee, verwacht het niet. Hoop op een feestje in de zomer. Ja, wie weet.
Het weer. Het was wederom grijs, maar de mist trok later in de middag wel op. Komende nacht zijn er enkele opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Later in de nacht neemt de wind langzaam toe. Morgen wordt opnieuw een tamelijk grijze dag. En een gebied met lichte regen of motregen trekt gedurende de dag over onze regio. Veel neerslag wordt er echter niet verwacht. De temperatuur die schommelt rond 6 graden en de westenwind is meestal matig. De komende dagen wordt het beter. Na het weekend volgt een overgang naar droog weer met meer ruimte voor de zon. Het blijft wel tamelijk zacht met maxima tussen 7 en 9 graden. En de nachten verlopen grotendeels vorstvrij. Tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws is te vinden op onze site gld.nl en op onze app. Mooie avond verder.